Immens vaak is Tigo deze ladder al opgeklommen om zich daarna sierlijk naar beneden te storten. Hij traint 11 keer in de week en dat doet hij maar om één reden. Tigo heeft namelijk een grootse droom. Hij wil de Olympische Spelen winnen. Ik beeld me wel eens in hoe ik dan mijn laatste sprong zou doen in een finale van de Olympische Spelen. En dat ik die dan heel goed zou doen. Dat beeld ik me wel eens in. Ja. Welke sprong is dat dan? Ik beeld me meestal in 3,5 contrasalto. Maar die kan ik op dit moment nog niet, hoor. De liefde voor het schoonspringen startte al heel vroeg bij Tigo. Gewoon thuis op de bank. Ik had het in 2008 gezien op de Olympische Spelen op tv. En ik vond het zo gaaf dat ik eigenlijk dacht van, nou, zoiets zou ik ook wel willen doen. Ja, ik vind het maken van salto's en schroeven, die combinatie daarvan, gewoon heel gaaf uitzien. En het geeft gewoon een soort kick om die sprongen te maken. Ik vind het heel stoer om te doen eigenlijk. Tigo is niet de enige die groots durft te dromen. Zijn zusje Manu van 12 springt namelijk ook niet onverdienstelijk. Ik zou heel graag nog een keer naar de Olympische Spelen willen gaan. Samen ook heel graag met mijn broer, want dat lijkt me wel echt heel tof. En dus staat alles bij de familie Meulenbeek in het teken van schoonspringen. Dus dan moet je inderdaad vaak wel heel veel dingetjes van tevoren goed geregeld hebben. Waar ze eten en wanneer ze eten. Het ophalen, de tijden. Dat is soms best een heel gepuzzel. Maar voor een goed doel, want in 2028 slepen broer en zus allebei een gouden plak binnen voor Nederland. Althans, dat hopen we.